op weg naar Ping An, een bergdorpje in het district Longsan, midden in de rijstvelden. We verblijven daar in het Ping An Hotel en moeten via een weg die door het dorp loopt een 600-tal trappen bestijgen. In Ping An kom je de minderheden Zhuang en Yao tegen. Zeg. Ja, en we gaan nog kinder, hè? Hey, goed bier dat ze daar hebben. We wandelen tussen de rijstvelden en onderweg laten twee Yao-vrouwen zien hoe lang hun haren zijn en hoe ze deze opsteken. Zij wassen hun haar met rijstwater om het diep zwarte kleur te behouden. Wanneer er een knot vooraan in hun haar zit, betekent dit dat de vrouw getrouwd is. Wanneer de knot achteraan zit, is ze nog vrij. Roffel, roffel. You can leave your head on. Yeah. Oh my, is that loud?
Jezus. En dan wijven ze dat daar tussen. Ja, die steken dat daar tussen. Die tangen gaan hard hangen. Ja, ja. Maar je kreeg ze dat roer zo'n glas. Ja, zeg jij. Ja. Is ze nog jong, vind ik? Nee, het is een bol, hè. Voilà, en dan trekken ze dat vast. Het is getrouwd, ja. De vloeken goed komen. Bravo. Bravo. Oh, nee. Ja. Ja. Nee, nee, de lijst is zonder nup. Ja, bij ons staat er een nup. En ze gaat aan het kappen in die en dam het water uit te laten. Zeg, we laten het water naar het volgende veld. Dat is maar... Vet. Heel de club, hè? Ja, ja. Heel de club te raken. Allemaal op baasje. De stoten achter. En de baas in de eerste rij.